Hallo, nou leuk dat je kijkt. Dit is een nieuwe aflevering, aflevering 3 van De Beer is Los. Volgende week heb ik helaas geen aflevering, dus vandaar dat deze aflevering iets langer duurt. Maar desalniettemin, er zit gewoon heel veel in, omdat er ook in die week best wel veel was gebeurd. Zo begon ik mijn nieuwe week eigenlijk na de weging op zaterdagmorgen met het voorbereiden van het ontbijt. Dat zal je wel vaker terug gaan zien, hè, dat het een beetje een soort routinematig iets is. Want dat heeft natuurlijk alles te maken met afvallen. Van wat moet je dan eten? Hoeveel moet je dan eten? Dat soort dingen. Dus zo begon ik dus ook weer op de zaterdag met het voorbereiden van mijn ontbijt. Daar ben ik weer. Het is zaterdag. Weer weekend. Weer aan het ontbijt, brood. Is dit het enige brood nog? Anders neem jij het maar natuurlijk. Oké. Ik heb wel besteld. Is picknick gisteren nog geweest dan? Ja, maar daar is het niet ook. Oh, gewoon bij de bakker dus. Oké. Nou ja, brood, daar zit wat in, hè. Gewoon een camcorder, trucjes van Hitchcock toepassen. Groente. Nou, mijn diëtist had in het voedingsschema opgenomen dat ik een kuppensoep mocht drinken, zeg maar. Nou ja, een zakje met allemaal één nummer en gekookt water leek mij nou niet zo gezond. Dus, en omdat zij enorm druk was op dat moment, had ik zoiets van ja, Dinos die heeft ook ontiegelijk veel verstand van voeding. Dus had ik aan hem gevraagd, van, joh, ik heb een soepmaker, wat als ik nou verse soep maak? Dus in dit stukje zie je dus uiteindelijk in eerste instantie dat ik help met het voorbereiden van een verse lasagne. Maar even later ook dat ik de soepmaker gebruik. Kijk, wij hebben niet zo'n grote keuken, dus met z'n tweeën in de keuken. Met mijn omvang is dat niet handig. Voor je het weet sta ik op je tenen te dansen en... Dat lijkt net of je door een vrachtwagen wordt overreden. Dus dat wil ik niemand aandoen. Maar samenwerken. Mijn werkwijze is overigens niet die van Vanes. Heb jij het mes geslepen? Nee, ik heb doe je altijd van mij? Nee, zo het schorsen. Het wordt al. Ja. Kijk, dit is mijn mes. Dat klinkt echt als Spyco. Tenminste, ik hoor dat erin. Nou, kleine stukjes. Waarom eten ze Roma's? Omdat jullie Caesar ze graag. Roma tomaatjes. Dat ze naar Rome vernoemd hebben. Oh, hier nog tomaatje. Die wil ik bij zijn familie opkijken. Klinkt net als Hitchcock. Ik heb hier een mooie emmer, roestvrijstaal. En dat is van onze soepmaker. Het is een soort blender die kan koken. Je gooit al je groenten erin. Je doet zout, peper, teentje knoflook. In dit geval twee. Echt een simpel recept, twee courgettes. In stukjes erin en dan een klein beetje water. En dan zet je dat ding aan. En dan heb je een half uur later heb je gewoon lekkere gloeiend hete soep. Beetje knoflook. Zijn blokje bouillon, that's it. Hier. Nou,
En dan zie je dadelijk het eindresultaat. Ik weet niet, ik vraag me af in hoeverre wat vers is aan een blokje bouillon, maar dat is natuurlijk voor smaak. Dus dan draai je dadelijk het eindresultaat zien. Maar dat is dus die soepmaker. Dus die. En dan start. Nou, en dan is het heel saai, maar voor de rest is het afwachten. En dan begint dat ding gewoon zijn werk te doen. Hoor hem dadelijk lekker malen en doen. En dan heb je een soep tevoorschijn getoverd. En je hebt er ook luxere varianten op. En dat is de... Hoe heet dat ding? Ja, multicooker. Daar kan je echt alles mee maken. En die kan je ook voorprogrammeren. En dan heb je een hele luxe versie met een app. Dan kan je hem op afstand bij spreken gewoon aanzetten. Nou, die courgette soep is dan helemaal gemaakt. Alleen wat je dan als allerlaatste moet doen, dus niet voordat je gaat maken, is een klein beetje room erbij doen. En dat doe je dan als allerlaatste lijm, alleen eventjes nog een keertje blenden. Waarom moet je dat op die manier doen, die volgorde? Als je dus de crème er gelijk bij doet en je gaat dan dat hele proces laten doorgaan, dan gaat je soep schiften. En dan is die echt niet te hachelen. Dus met andere woorden, eerst je soep maken en als dat gebeurd is, scheut je room erbij en dan even laten blenden. En dan heb je dus een heerlijke courgette soep gemaakt. Nu nog veel te heet. Maar geloof me één ding. Die is super lekker. Gewoon een keertje proberen. Twee courgettes. Een blokje bouillon. Klein beetje water. Uitje. Twee teentjes knoflook. En that's it. Dus eet ze. Ja, en ook deze week ben ik natuurlijk meerdere keren met Dino's aan de bak gegaan om flink te trainen. Alleen naast de vlogcamera besloot ik dit keer, en dat is natuurlijk het voordeel als je een eigen videoproductieteam hebt, om een van mijn jongens mee te nemen met de professionele camera. En die hebt daar een, ik kan wel zeggen, een hele nette compilatie van gemaakt. Let's go! Met Tom en Dinos. We zijn weer bij Health City en vandaag is weer vrijdag, dus vrijdag is wegendag. Ja. Ik ben benieuwd. Meten is weten. Juist. Oké. Okay. Dikke 3 kilo. Nee joh. Ja man. Nee joh. Is dat goed? Natuurlijk is dat goed. Is toch top? We gaan aan de trein. Serieus? Ja. Ik dacht echt 2 ons of zo. 3,1. Fuck nee. Ja. 176,8. Als we zo blijven doorgaan even. Ja. Het is het begin, hè? Maar we houden het gewoon zo vol. Service dit, hè? Ziet er toch net even wat anders uit, hè, dan filmen met een camcorder. Dat is ook het voordeel als je een eigen videoproductiebedrijf hebt. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. We hebben natuurlijk wel het verstand van zaken hoe we iets mooi in beeld moeten brengen. En net zoals dat Dinos veel verstand heeft van het menselijk lichaam, begrijpt hij ook ontiegelijk veel over voeding. En dat vertelde hij ook met enige regelmaat over welke bouwstenen mijn lichaam
Met de hoeveelheid sporten, 3 keer in de week intensief krachttraining, plus dat grote lijf zelf, dat vergt natuurlijk wat. Dus tussendoor gaf hij regelmatig tips en later hebben we dat ook wat verder uitgebouwd en wat meer specifiek. Qua voedingsadviezen is hij mij ook gaan helpen naast de adviezen die ik van de diëtisten kreeg. Na je training, grapefruit of ananas, één van de twee. Okay. Waarom? Snelle suikers, zorgt er ook gelijk voor dat je lichaam kan herstellen. Hè? Je hebt net al je glycogeen, je brandstof verbrand. Yes. Voordat je lichaam kan herstellen, heeft hij eerst brandstof nodig om aan je herstelproces te beginnen. Boven je PDF staat, pak maar meer groente en fruit. Ja, dat mag. Nou, dan is dat toch, ja. Ananas en grapefruit. Ja. Als je maar zorgt dat je gewoon verse pakt. Yes, helemaal mijn volgende. Yes, adios. Hoi hoi. Ja, en dan word je een jaartje ouder. Ik weet nog goed dat ik het jaar daarvoor 44 werd en toen heel erg nadacht over het feit van ik ga langzaam richting die 50 en waarschijnlijk ga ik die niet eens halen. En deze ochtend, toen ik wakker werd op mijn 45ste jaar, nu dus ruim een jaar geleden, besefte ik me dat ik verschrikkelijk blij was dat ik deze stap gezet had. Vanessa is even douchen. Ik ben net wakker. We zitten in een vakantiepark in de omgeving van de Veluwe. Want het is gewoon zaterdagmorgen, 23 november, mijn verjaardag. Maar ik ga lekker douchen. En, of nou, ik zou mijn morsel gaan zwemmen. Nou, ga ik nog steeds even douchen natuurlijk, maar dat is ook iets. We zouden om 9 uur gaan zwemmen. Dus de eerste activiteit voor vandaag, gisteren ook lekker gewandeld hier, is dus dat ik een duik ga nemen. En dat is lang geleden dat ik dat gedaan heb. Dus wat dat er gaat schamen, nog steeds voor dat lijf. Vandaar ook zo vroeg. Zijn er waarschijnlijk wat minder mensen. En fuck it. Ik ben er toch mee bezig, weet je. En dat is dus het verschil met een zwembad en een sportschool. Als je naar een sportschool gaat, dan zie je altijd iedereen kijken naar je. En vaak denk je dan van, oh, ze kijken naar me omdat ik zo dik ben en ik hier op die sportschool ben. Mensen zoeken oogcontact. Zoeken oogcontact, dat doe jij namelijk ook. Want jij kijkt ook diegene aan die naar jou kijkt. Dus het is helemaal niet erg. Ik heb tot nu toe in de sportschool alleen maar bij Elf City dan de ervaring dat iedereen complimenten geeft. Iedereen zegt respect voor je dat je dit doet en je bent goed bezig en hou vol en zet hem op. Mensen die ik niet ken, gewoon wild vreemden. En dat is mooi. Dat draait me ook. Vijfentwintig jaar. Denk je, wat is die verdrietig, maar dat ben ik niet. Dit is een... ik ben heel erg blij. Ik ben blij dat ik deze stap gezet heb. Ja, en als ik mezelf dan zo zie zitten, dat is natuurlijk wel heel heftig, maar dat was wel wat er door me heen ging. Echt pure blijdschap dat ik al na zo'n korte tijd merkte dat het al effect had. Dat ik me al een stuk beter voelde. Maar dat was nog wel een weg te gaan, hè, dat besefte ik ook. Maar ja, het was per slot van rekening ook mijn verjaardag. En bij een verjaardag hoort natuurlijk wel gebak. En ik kon dan ook niet anders dan dat ik natuurlijk
wat lekkers in huis haalde om dat te delen met mijn gezin en met mijn vrienden. Voor mij. Nou, niet dus. Geen taart voor mij. Wat heb jij voor een gebakje? Een fruitgebakje. Een fruitgebakje. En jij, Oikin, wat heb jij? Ik heb hazelnoot. En jij, Juri? Een bosvruchten. Een bosvruchten. Een en Björn, wat heb jij? Zelfs maar, ook fruit. Een fruitschaaltje. En jij hebt ook hazelnoot. Een hazelnoot-mokka. Extra veel slagroom. Met extra veel slagroom. En wat heb ik? Nou, ik heb het allerlekkerste heb ik. Ik heb luchtcake. Nee, proost. Omdat het van Erik moest, hè, dat gebak. Ja, ik wilde dat jullie gebak. Want Vanessa zei van de week van... we gaan geen taart halen. Ja, je gaat wel taart halen. Want we kunnen wel doen alsof dat er allemaal niet is. Maar dat is er wel. En ik moet gewoon leren nee zeggen. Nou, later die middag besloten we om naar de markt te gaan. En dat was toch wel een uitdaging hoor. Al die luchten daar zo. Gegrilde kippetjes, hamburgers, gebakken uitjes, noem het maar op. Ja, heel veel verleidingen. Maar ik had me daarop goed voorbereid. Dat ik wist dat me te wachten stond. Ik was wel eens vaker op deze markt geweest in Apeldoorn. Ik moet zeggen dat het me heel erg goed afging. Tuurlijk vond ik het leuk om daarop te grappen en grollen, want ik ging van alles door me heen. Want normaal gesproken had ik me echt te goed gedaan aan van alles en nog wat, weet je. Broodje hamburger, gyros, braadworst of wat dan ook. Dus best wel grappig om dat zo terug te zien, hoe dat... dat ik daar met mijn vrienden en met mijn gezin, zeg maar, door het winkelcentrum van Apeldoorn aan het banjeren was. Dan loop ik hier op de markt in Apeldoorn. Hier. Allemaal lekkere dingen natuurlijk. Dus dat is wel kut. Vaak ze wel snel. De worstkoning, de worstkoning. Ik sta hier in Apeldoorn en ik was hier in februari ook. En in februari, ik heb hier toen geloof ik een kwartier in de rij gestaan. Omdat het ruikt hier helemaal naar gebakken uien en het ruikt gewoon goed. Ja, hier. Hey, dankjewel. Kip. Hey, Marcel, kip. De kip is toch mager? Ik heb twee hele kippen. Ik heb toch al twee hele kippen nemen? Nee, ja, daar val je vanaf. Dat lukt, hè. Ja, daar zit ik dan tegenover een oliebol Hollandse gebakskraam, zoals dat dan mooi heet. Komt zo op iedere hoek van de straat zo'n beetje tegen, een beetje winkelstraat heeft er een. Geen oliebol, krentenbol, poedersuiker, weet ik het allemaal. Het doet me ook echt werkelijk gereed. Het is in mijn nek. Geschilde ananas, vers. Ananas in het Engels. Een ananas. Ja, precies. Nou, dus lekker ook gelopen over die markt. En natuurlijk, ja, had ik een aardige trek gekregen door al die indrukken, zeg maar. En s'avonds als verrassing hadden die vrienden van ons geregeld dat we met z'n allen gingen uit eten. In een echt waanzinnig goed restaurant, kan ik wel zeggen. En dat was ook heerlijk om daar aan deel te nemen met een leuke verrassing op het eind. Hij staat aan, zie ik. Ik hoorde ook klik-klak. Nou, we zijn dus hier bij de eterij. Dit is een vreedschuur. Met een buitenhaard. Hey, met een buitenhaard. Dat is leuk. Heel even zitten. Dan schuif ik hem zo weer naar me toe. Sorry. Is dat oranje? Erg lekker. Ziet er wel fucking lekker uit. Nou, heerlijk gegeten, bordjes leeg. En er waren gebakken aardappeltjes bij. Waanzinnig lekker. Er staat nog een schaal met gebakken aardappeltjes. Dat heb ik niet aangeraakt. Maar die aardappels, dat loopt dan echt te roepen naar me. Dus daar moet ik echt vanaf blijven.
Ja, die aardappeltjes die ze hadden gemaakt, lekker met kruiden, een beetje knoflook uit de oven. Super lekker en die bleven daar staan. En normaal gesproken bleef dat niet staan, dan maakte ik dat soort dingen op. Maar nu had ik zoiets van, ja nee, ik heb op wat ik mag en moet eten, maar meer dan dat ga ik ook niet doen. Maar het gonsde wel in me los. Ik merkte dat het vreesmonster echt naar me toe kwam. Dus ja, net voordat het dessert werd uitgeserveerd, trok ik het niet langer, ben ik naar buiten gegaan om een sigaretje te roken. Even stoom af te blazen, zeg maar. In de hoop dat als ik terugkwam dat de tafel inmiddels afgeruimd was. En gelukkig hadden die vrienden en mevrouw en de jongens dat ook door. Dat er op dat moment van allerlei emoties door me heen gingen. Dat het vreedmonster er echt was. Omdat ik daar op constant blijf hameren, wil niemand die aardappeltjes opeten. Dus ja, en toen ik dus terugkwam, toen gebeurde er dit. Wat? Nou, dit was dus weer aflevering 3. Volgende week dus geen aflevering, maar de week erop dus weer wel. En wat kan je dan verwachten in die aflevering? Zo, we zijn weer thuis. Even kijken of we hem in de pan krijgen. Gaat ie. Hoppa. Goedemorgen dames en heren. Kijk, ik doe mijn bril op. Ik doe mijn pet op. Daar gaan we weer. Een nieuwe dag. Nes. Zit je een beetje in de knoop? Ja, heel erg in de knoop.